over een warm welkom gesproken. Het is namelijk weer de hoogste tijd voor een nieuwe editie Miss Emmen voor het jaar 2014. Er is nog een lange weg te gaan en de nieuwe Miss wordt je niet zomaar. Zo ligt ook een van de organisatoren Marcel Meijer ons toe. Ja, we hebben de afgelopen jaren hebben dus door die structuren van Miss Nederland, Miss Drenthe, Miss Emmen, daar hebben we wat strengere eisen zitten eraan. Dus dat mensen ook een bepaalde lengte hebben, dat ze ook geen kinderen hebben, dat ze in Emmen geboren zijn of werkzaam zijn in Emmen. En daardoor heb je een soort natuurlijke selectie dat er al wat afvalt. En ook door de goede winnaressen van het laatste jaar, dat toch wel heel veel meiden denken van oké, als ik me opgeef, moet ik dan toch eigenlijk wel. En we willen helemaal niet graadmagere catwalkmodellen of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon dat je wel gewoon een gezicht hebt van Emmen. En dan maakt het helemaal niet uit om te zeggen wat voor maat iemand nou heeft. Maar het gaat wel om je uitstraling, het gaat wel om je presentatie, het gaat wel om hoe je overkomt bij de mensen. En die natuurlijke selectie, laat maar zeggen, krijg je dan toch wel. En hoe is het hier met de zenuwen? Prima. Helemaal in orde met de zenuwen, ja. En jij dacht, Miss Emmen 2014, dat ga ik even doen? Ik denk, dat ga ik even proberen, ja, inderdaad, ja. Ja, wat hoop je, of wat denk je te verwachten? Natuurlijk hoop ik dat ik doorga. Ik denk dat elk meisje die hier zit, dat ze dat wel hoopt. En ik weet niet, zullen zien. En ja, wat verwacht jij eigenlijk? Ik hoop natuurlijk ook dat ik ver kom. Maar iedereen inderdaad wil dat hier ook graag. En er zijn inderdaad wel een paar hele mooie meiden. Bijna iedereen wel. Dus ja, we zullen zien wat de uitslag wordt. Hoe ging het? Nou, wel goed denk ik. Maar het wel heel zenuwachtig hoor. Ja, vroegen ze nog moeilijke dingen? Of? Ja, wat voor cijfer ik mezelf zou geven. En? Ik heb een 7 gedaan. Ik dacht een beetje tussen. Ja, heel bescheiden hoor, wel heel bescheiden. En nog meer, wat vroegen ze nog meer? Wat mijn favoriete model was en wat ik met 100.000 euro zou doen. Dat vroeg ze. En wat zou je gaan doen als je Miss Emmen 2014 wordt? Ja, geen idee. Nou, dus afwachten, we horen het zo meteen. Ja, afwachten, ja. Oké, heel veel succes. Nou, dat waren alle dames die voorbij waren gekomen. De laatste worden nog op de foto gezet. Heel veel, of ik mag wel zeggen, alle zijn al bij de jury geweest. Moeilijke vragen beantwoord. En nu zijn ze druk in beraad. En we zullen zien welke 12 overblijven van, ik meen, een stuk of 30 dames. Erg spannend. De jury heeft zweet op het voorhoofd, dus het belooft heel wat te worden. Dus afwachten. Nou, naast de jury en oprichter ook nog is John. Hoe ging het? Was het moeilijk? Het is moeilijk, want we zijn er nog niet mee klaar. Nog steeds niet? Nee. We gaan straks nog even de zaal in om te kijken hoe de dames het lopen afbrengen. En dan gaan we weer terug naar hier en dan bepalen we welke 12 doorgaan naar de finale op zondag 30 maart. Nou, we hebben al wat zien lopen en dat zag er allemaal heel moeilijk uit. Dus ik ben heel erg blij dat ik niet in de jury zit. Ik ga even naar de Miss van vorig jaar, Miss 2013. Zoe, hallo. Nu zit je in de jury. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat ik zo nog een beetje erbij kan blijven, zeg maar. Vind ik echt leuk, ja. Ja, maar als je moet kiezen tussen hier zitten of eigenlijk dat gaan doen, aan welke kant zit je liever? Ja, ik zit liefst natuurlijk aan die kant. Het doet een beetje pijn dat ik mijn titel moet overdragen, maar... Nee, maar het zitten echt hele leuke meiden erbij, dus het komt zeker goed. En ook moeilijk, neem ik aan. Ja. Ja, dat geloof ik. Ja, en de Miss Drenthe, Jill hebben we natuurlijk ook nog. Hoe is het voor jou? Je doet het al wat vaker natuurlijk, het jureren. Vorig jaar bijvoorbeeld ook. Was het dit jaar weer moeilijk? Het is zeker moeilijk, maar het blijft gewoon leuk om te doen. En helemaal omdat het in Emmen is. En het zijn hartstikke leuke meiden weer. En ik verbaas me echt over dat elk jaar toch weer zoveel meiden opgeven. Ja. En waar wordt eigenlijk ieder jaar echt op gelet? Het is niet alleen maar uiterlijk, hoor ik al, maar ook gewoon op persoonlijkheid, hè? Ja, absoluut. Een stukje spontaniteit, duidelijk Nederlands verwoorden, omgaan met meerdere mensen is zeer belangrijk. En wat vanavond voorbij kwam, dat... Ja, er zitten echt hele leuke dames tussen. Okay. Ja. Nou, dan laat ik jullie verder zweten. Heel veel succes nog. En we zullen straks horen. Waar let u eigenlijk op? Nou, dat is per meisje verschillend. Want ieder heeft zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten. En
De een die heeft een heel mooi gezicht, de ander heel mooi haar. En de ander heeft hele mooie tanden of een mooi figuur. En je moet de kwaliteiten die iemand heeft, moet je proberen naar voren te laten komen in de foto. Dus de echte klassieke kenmerken. En wat kan de Miss Emmen daar aan doen, zeg maar? Als een tip, wat kunt u als tip meegeven? Vooral spontaan zijn en jezelf zijn, dat is het belangrijkste. En als je gewoon ontspannen bent en zelf laat zien wat je in huis hebt, dan maak je altijd al een grote kans om door te gaan naar de volgende ronde. En ik geloof dat u de foto's ook vorig jaar heeft gemaakt. Ziet u nou ook verschillen met vorig jaar? Vorig jaar hadden we een hele goede keuze, of tenminste een goed aanbod, laat ik het zo zeggen. Ik heb nu even rondgekeken, maar ik denk dat we niet onderdoen voor vorig jaar. Nee, het ziet er goed uit. Ja, dat geloof ik ook inderdaad. Heel veel succes nog. Dank je. Na lang beraad van de jury zijn dan eindelijk de knopen doorgehakt en zijn dit de genomineerden. Zo, nou, de kop is eraf. De 12 zijn bekend. De afvallers gaan helaas met de status het benen naar huis. We gaan nu door naar de volgende ronde. En wat was het spannend, zeg. En het wordt alleen maar spannender. Volgende week de catwalk training. En daar gaan we meer van zien.